Maar voor het geval dat ze iets misgaat, wil ik even tegen iedereen zeggen dat ik van iedereen hou. Hou op, doe normaal. Alles gaat gewoon goed komen, je hoeft je geen zorgen te maken. Ja, we hebben een eigen kamer gekregen. En na ongeveer 2 uur te hebben gewacht, werd ik opgehaald om geopereerd te worden. En ik moet zeggen dat ik de spanningen best wel hoog had zitten. Hey. Vooraf zeggen we oké, alleen echt heel erg low. Hij lijkt nu wel kleiner, ja. Ik voel ook heel niks. En was dat ook moeilijk van binnen rechts? Ja, dat is best wel scheef. Dus ja, aan de rechterkant heb je heel weinig ruimte. Nou, dan gaan we dan naar huis. Hoi, en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe keizersterke video. Het is de dag voor mijn neusoperatie. Ik kijk er al heel lang naar uit, maar tegelijkertijd kijk ik ook heel erg tegenop. Want ik vind het gewoon ontzettend spannend en toch ook wel een beetje eng om onder narcose te gaan. Het is voor mij ook een eerste keer. En voor de mensen die het gemist hebben in de vorige video, ik laat mijn neus doen. Omdat ik namelijk toen ik klein was met mijn gezicht ben gevallen op een stoeprand tijdens het skaten. Ik heb hier ook een aantal röntgenfoto's ervan. Nou ja, ik ben er eigenlijk pas een paar jaar geleden achtergekomen dat mijn neus dus al die tijd al gebroken is geweest. Dus ja, ik adem heel erg slecht door mijn neus. Dat moet dus nu opgelost worden. Ja, je ziet hier ook een bot zitten als ik mijn neus optil. Dat bot hoort in het midden te zitten. Dus het is wel echt een noodzakelijke operatie die ik moet ondergaan. En ze hebben natuurlijk wel gevraagd van joh, als je eenmaal onder het mes ligt, wil je dan ook dat we bijvoorbeeld je neus wat minder spits maken? Want die is voor jouw gezicht eigenlijk net iets te spits. En dan kunnen we het ook mooier maken door deze bobbel hier weg te veilen. En et cetera. Wil je dat? Dus ik heb gezegd ja, ik wil gelijk alles helemaal laten doen. Dus het wordt best wel een flinke operatie en dat vind ik dus ook echt wel spannend. Nog één nachtje slapen en dan is het zover. We moeten om 5 uur opstaan, dat is echt vroeg. Ik ben al iemand die niet zo goed slaapt. En 5 uur opstaan, dat is voor mij eigenlijk een tijd dat ik net een beetje lig te slapen. Dus het wordt een lastige korte nacht, ben ik een beetje bang. Maar ik ga alles filmen, dus jullie gaan alles zien. Behalve natuurlijk de ingreep zelf. Ik kan mijn camera niet meenemen naar de operatietafel. Maar verder ga ik echt alles filmen van A tot Z. Dus jullie zien precies wat gaat gebeuren en hoe het herstel zou zijn. En natuurlijk ook het eindresultaat. Dus blijf vooral even kijken. De dag van de operatie. Het is zover. Bam, bam, bam. Ik moet zeggen dat het op zich nog wel meevalt met de zenuwen nu. Ik had het wel erger verwacht, maar ik denk dat dat wel komt op het moment dat ik daar ben. Maar voor het geval dat iets misgaat, wil ik even tegen iedereen zeggen dat ik van iedereen hou. Hou op, doe normaal. Alles gaat gewoon goed komen, je hoeft je geen zorgen te maken. Ja. En iedereen weet dat je niet van ze houdt, dus het is al een complete Nee, maar mama, ik hou van je. Hou op! Oké, okay. Nou niet van jou. Nee, het komt allemaal goed. Het komt allemaal goed. Maak je daar nou geen zorgen om. Ja, het is toch een beetje eng. Gewoon de narcose en onder narcose gaan. Tuurlijk. En maar zo. Ja. Tuurlijk, maar het komt echt wel goed. Die gasten zijn er echt wel op getraind. Ja, maar straks lig ik in een verkeerde houding of zo. Waardoor ik door een zenuw afsterf of zo. Nou, die 2 uur. Nou ja, dat kan toch? Het kan, maar het gaat niet gebeuren. Dat is nog een kleinere kans dan dat jij de loterij gaat winnen. Nou, ik ben geen lid van de loterij, dus... Nou, moet je nagaan hoe klein de kans is. Ja. Ja, dat komt toch vast allemaal goed, maar het is gewoon even eng. Je geeft toch alles even uit de handen en... je hebt geen controle meer. Dat is gewoon een beetje eng. Ik ben gewoon een kleine controlfreak, hè. Nou ja, een beetje wel misschien. Mimi. Goed, ja. We zijn dus onderweg naar... Hilversum. Daar gaat de operatie plaatsvinden. En ik mag niks meer eten en drinken.
Gisteravond was mijn laatste avondmaal. En vanochtend heb ik een glas water gedronken en that's it. Nou, tot zo. En zo ziet gezonde tegenzin eruit. Wel even een zenuwkwastje en zo, hoor. Ja, een zenuwkoekje misschien ook al. Nu wordt het echt. Nou, ben je klaar voor? Nee. Nou ja, ja, zover dat ik er klaar voor kan zijn, ben ik er klaar voor, ja. Mensen denken hier ook, je komt de zoveelste influencer. Je hebt een gezicht veel, maar jij filmt heel vaak mijn onderlichaam. Ja, oké. Okay. Bovenlichaam. Ja. Morgen. Wil je nog wat zeggen? Nee. Oké. Okay. Nou, we zijn aangekomen en ingecheckt. Ja, we hebben een eigen kamer gekregen. Dus ziet er niet verkeerd uit. Ik bedoel, als er een beter bed zou staan, dan zou het inderdaad net een hotel kunnen zijn. Reclame voor beter bed. Misschien kunnen ze samenwerken. Beter berg. Nou, met Van der Valk, alleen dan Van der Duif. Ja, ja. Nee, maar ja, eigen bedje, tafeltje, kasten met een kluis erin, eigen badkamer, toilet, douche, ja, gewoon allemaal netjes. En dan is het nu wachten tot de verpleegkundige komt en dan moet ik me straks gaan omkleden. Ondertussen kwam de verpleegkundige nog eventjes langs om wat laatste controles uit te voeren. En ik kon nog wat laatste vragen stellen over de narcose die ik zo spannend vond. Veel mensen zien het als een hele lekkere diepe slaap. Ja, ja. Heel veel mensen zeggen, oh, kan ik niet nog een keer... Ja, dat hoor ik wel van veel mensen inderdaad. Ja. Doe je ook nog after effects van die narcose? Dat je de komende nacht bijvoorbeeld ook dieper slaapt of zo? Kan. Want zij slaapt zeg maar echt aan het oppervlak, normaal. Sommige mensen die hebben er wel, inderdaad, kunnen wat dieper slapen, maar sommige mensen hebben er helemaal geen last van. Ja, sommige echt wel een week. Verschilt echt per persoon. Prachtig. Ja, nou en eentje, hockey. Ik weet nog steeds niet of ik mijn broek nou aan mag houden of niet. En deze sokken heb ik gehad. Dan doe ik zelf sokken. Dan wil je maar aankomen lopen. Als ik ga zitten, dan gaat hij open. Kijk, maar heb je privacy gehad? Ja. En na ongeveer 2 uur te hebben gewacht, werd ik opgehaald om geopereerd te worden. En ik moet zeggen dat ik de spanningen best wel hoog had zitten. En zelfs als ik het nu zo zit te editen en ik kijk naar terug, denk ik, oh ja, dan voel ik gewoon weer die zenuwen. Ja, dat was toch wel een gek moment. Maar goed. Ik ga het even voor het eten halen. En dan, raad dit. Nou, ik heb net een appje gekregen. De operatie is gestart. En de chirurg en zijn team zijn bezig om alles zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. En dat de tijd kan variëren. Maar ik ben in ieder geval op weg terug naar de kliniek nu. Ik heb even broodjes gehaald. En dan gaan we het zien, gaan we het afwachten. Het is wel raar hoor. Lopen hier een beetje te struinen door Hilversum. Wetende dat je vriendin daar op de operatietafel ligt. Dat is toch raar. En net ook dat moment dat je dan afscheid neemt van elkaar. En vooral omdat ze dan in tranen weggaat. Ja, dat raakt je wel. Zeker omdat je dan niet mee kan of niks kan doen of wat dan ook. Ik ben nu in ieder geval onderweg terug, want ze hebben geappt dat de operatie gestart is, ongeveer 10 minuten geleden. Dus ik wil wel op tijd terug zijn als ze daar terugkomt, maar goed, dat is pas over 90 minuten als het goed is. Alright, ik ben terug op de kamer. Dit is denk ik even het laatste wat ik zelf film. Ik weet niet wat ze hier allemaal van gaat gebruiken, maar ik ga het even chillen. Ik heb er een bakje bij,
Nu is te verwachten dat Jan terugkomt van de operatie. Als het goed is zijn ze nog bezig. Ik heb nog geen sms'je gehad dat ze op de uitslaapkamer ligt. Dus het is even afwachten en dan gaan we er zo zien als het terugkomt. Maar echt, het zweet breekt me uit. Doei! 24 hours later. Kan ik voor nu nog wat voor je doen? Wat wil ik wel wat drinken? Ja, ja, zeker. Wat wil je? Wil je water? Wijntje. Ja, is goed. Beetje water? Ja, ga ik wel. Oké, een beetje low. Maar vertel. Ja, via de operatiekamer. En toen moest ik overstappen op een heel smal bed. Ja. Dat was echt zo smal. Mm-hmm. Zo zwaar, we moesten ze inpakken. En een soort kokonnetje. Mm-hmm. En toen kreeg ik zuurstof. Geen voelde ik eigenlijk niks. Mm-hmm. En toen ik het eenmaal voelde, was ik inderdaad vrij snel weg. En wat voel je dan? Ja, gewoon een beetje. Ik weet niet. Treinig werd. Een beetje. Flink aangeschoten of zo. En toen heb ik niks meer meegekregen en ik werd wakker in het bed. Schijnbaar heb ik al een half uur in het bed gelegen omdat ik weer wakker was. En toen moest ik een waterijsje eten. En ze zeiden dat ik wel veel bloed had in het begin. Ja. Nou, ja. Net terug. Een paar minuten en ga nu wat proberen te eten. Ik voel me op zich wel oké, alleen echt heel erg loom en zware benen, weet je wel. Mm-hmm. En mijn neus is echt helemaal verstopt, zo voelt het. Zo ziet het er ook wel een beetje uit. Ja. Ja, op zich voelt het gewoon alsof je ging slapen, maar dan zonder dromen. Mm-hmm. En toen ik op de uitslaapkamer lag, heb ik nog een half uurtje liggen pitten. Toen had ik wel het gevoel alsof ik ging dromen. En toen ineens zeiden ze, mevrouw, het zit erop hoor. U krijgt een ijsje van ons. En toen moest ik het ijsje eten. Ik hou helemaal niet zo van waterijsjes. Dat zei je, mijn vriendje wil er ook wel eentje. En toen ben ik eigenlijk al heel snel hierheen gebracht. Ik heb niet zoveel van die uitslaapkamer meegekregen. Alleen het ijsje aan het einde. Beter toch? Ja. Nu lekker aan de thee. Ja, en een boterham met kaas. Ik voel me wel echt heel zo. Maar ik heb nog geen pijn. Gelukkig maar. Ja. En toen was het tijd om mezelf te zien. Ready? Oh boy. Daar. Ik heb wel een beetje geel al voor mijn gevoel hieronder. Of niet? Nee, het is de weerspiegeling van het glas. Ah. Dat is jouw je glazen. Kijk maar naar het puntje van je neus, die is heel rood. Ja, ik heb voor mijn gevoel nu al een kleinere neus. Ik kan het niet heel goed zien. Maar hij mocht er niet te veel aan zitten, inderdaad. Dus je blijft er ook lekker vanaf. Ja. Maar ik denk het ook wel een beetje te zien, hoor. Ja, van deze kant. Ja. Is teruggebracht of zo, lijkt het wel. Ja, zo ging ze inderdaad doen. Wat fijner maken, wat minder spits topje. Mm-hmm. En inderdaad wat subtieler maken zo. Maar de zijkanten, hij zei dat dat misschien niet echt nodig is, want ik heb van mezelf al een smalle kleine neus. Dus volgens mij was dat niet nodig. Maar ik weet niet of hij dat nou heeft gedaan of niet. Hij lijkt nu wel kleiner, ja. Dat topje ook. Afblijven. Ik voel ook helemaal niks. Of blijven. Ik voel niks. Echt bij zijn donder. Ja. Omdat hij zei dat het wat moeizaam op gang kwam, omdat ik veel. Veel bloed had in het begin. Ja, ik heb er zelf helemaal niks van gemerkt, natuurlijk. Nee. En hoe lang ben je voor jouw gevoel boven geweest dan?
ja, voor mijn gevoel een uurtje of zo. Met alles wat je wakker hebt meegemaakt, zeg maar. Nee, ik heb helemaal een klok, dus ik zag inderdaad dat ik om 8:45 daar was. Gingen ze dingen voorbereiden, nog vragen stellen. Ja, of ik nog allergieën had en over mijn tanden moesten ze even checken dat hij nep is, zeg maar. Dat was, moesten ze even rekening mee houden en neuscorrectie checken. Toen kwam de dokter nog langs en die ging nog even bespreken wat hij precies wil doen aan mijn neus. Nou, dat was eigenlijk wel precies wat we vorige keer ook hadden besproken. Ja, fijn dat hij het nog even kon bespreken. Ja, had het wel echt goed onthouden. Ja, toen de operatiekamer in. En, wat heb je nou wel meegekregen? Ja, 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 want ik ging gewoon bewustig met die kamer in. En toen was ik zelf van het bed overklimmen naar een smal bed. Maar hij lag wel comfortabel. En hoe lag je nou? Waar lag je nou op? Ja, op een hele smalle, heel smal... Het is wel een tandartsstoel, maar die ging echt van heup tot heup, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik kon mijn armen, die vielen zeg maar er langs en die gingen ze dan inpakken met een doek, zodat mijn armen niet er langs vielen. En toen werd je plat gelegd, toch? Ja, toen moest ik inderdaad op plat liggen en toen gingen ze dat infuus, gingen ze al aansluiten. Of hier ging dan de koos in en toen kreeg ik een kapje op met zuurstof. En toen moest ik een paar keer diep in en uit ademen. En toen dat heb ik volgens mij 3 of 5 keer gedaan. En toen voelde ik niks. En ik dacht, ja, dat zal wel. En toen ineens voelde ik het alsof je een beetje... Dat ene biertje of dat ene wijntje te veel nam. Ja, zeg maar aangeschoten. Maar dat draaierig van het aangeschoten, zeg maar. Mm-hmm. Nou, volgens mij was het daarna binnen 20 seconden of zo was ik weg. En toen ben ik wakker en kreeg ik een ijs aangeboden. Dus dat... En toen ik eenmaal weer een beetje was bijgekomen, kwam de dokter nog eventjes langs om te vertellen wat hij nou precies had gedaan. En was dat moeilijk van binnen rechts? Ja, dat is best wel scheef. Dus ja, aan de rechterkant heb je heel weinig ruimte. Ja, klopt. Dus je ademhaling zal ook verbeteren. En aan de zijkant heb je daar dan wat gedaan? Ja, daar heb ik niet extra inspannen. Je had dan een vrij smalle spitse neus. Ja. Dus als we dat allemaal heel smal gaan maken, is het niet goed in verhouding. Nee. Dus nu heb je gewoon... Neus die mooi in verhouding is. Rechter neus terug, tip dichterbij, recht van voren. En er zit een tafonnetje in, die mag de vrijdag uit in de loop van de ochtend. Ik was in bed doen, liggend. Daar kun je niet vrouw van op. Als je ligt hierover, val je niet. Oké, dat is wel een dingetje, de uithalen geloof ik. Nou, valt wel mee, maar als je gaat staan bij een wasbak of zo. Ja. En je wordt een beetje licht in je hoofd, heb je kans dat je valt bijvoorbeeld. Ja. Dat is gewoon gevaarlijk. In bed kan er gewoon niks gebeuren. Volgende week gaat het kapje eraf, dan zie je meteen al verschil. Maar is toch een beetje gezwollen. Ja. Dan moet je er niet aan gaan zitten duwen. Nou, wel thuis straks. Ja, dankjewel. Bedankt voor alles. Ik heb de kaart met alle instructies ook. Okay. Als iets niet goed gaat, gewoon even contact maken. Jij wil nog weten hoe het verder verlopen was, hè? Ja, hartstikke goed. Ja, want ik hoorde je had wel veel narcose nodig. Oh ja? Ik hoorde van de zuster dat veel, drie veel, als normaal. Veel bloed of zo. Oh ja? Nee, ik bloed helemaal niet veel. Ja, ik ben niet zo makkelijk dat down te krijgen. Nee, echt hoor. Je had heel veel nodig. Maar goed, de een heeft meer nodig dan wel. Ja. Wil je een busje mee naar huis geven? Dat, en waar werk je dat aan dat ik meer nodig heb? Meer narcosemiddelen nodig om je diep genoeg te brengen, zeg maar. Diep genoeg in slaap. Okay. Ja. Oké. Okay. Dus, dat is allemaal goed gegaan. Oké, nou goed zo. Dankjewel. Dankjewel. Tot straks. Dankjewel, Baxter. Ja, ik wil op je cv zetten. Drie keer zoveel narcose nodig om mij neer te halen. Ja. Weet je, ik ben zwak. Hier. Jij moet denken dat je lichaam... Paard. Jij moet denken dat je lichaam het niet aan kan. Lichaam weer alleen maar aan het vechten geweest. Ja. En misschien dat ik daar al ben, want ze zei je bent 10 seconden weg. Nou, ik heb de eerste 20 seconden voel ik niks. Toen dacht ik, nou, gaat wel gebeuren. En toen ineens voelde ik het. En vanaf dat moment ging ik wel snel oud, zeg maar. Mm. Maar de eerste 20 seconden zaten ze echt zo aan te kijken van, is ze al weg? Toen ik lag er nog gewoon zo van, ja, dat kan, dat is een hoogte. Nou, waar gaan we dan? Naar huis. Want waar moet je achter de volgende in? Dus het is niet hoe je het doet. Maar ja, maar... Je lijkt wel een hamster. Ja. Tada. Nou, het zit erop jongens. Ik heb dus 3 uurtjes nog rusten. Maar ik mag naar huis. En we zitten nu in de lift. Jij zit in de lift. Jij staat in de lift. Maar... Ja, nou, ik voel me op zich wel oké. Okay. Een beetje loom, maar niet gek of zo. Zo, het is inmiddels al avond. Oh, zeg je! Het is 9:00.
En zoals jullie misschien kunnen zien, hebben we een hele stellage gemaakt op de bank waar wij met z'n tweeën liggen. Again. Ja. En ik voel me op zich wel goed eigenlijk. Ik heb niet echt pijn, moet ik zeggen. En ben ook nog niet heel erg opgezwollen. Ja, een beetje. Ik zie het een beetje komen, maar ik heb al wel vast preventief hier gekoeld. Omdat ik zelf echt super snel dik word. Niet alleen als wel ik, maar ik zwel heel snel op. Dus ik heb al preventief gekoeld. En ik heb wel het idee dat dat iets heeft geholpen. En ik voel me eigenlijk wel oké. Okay. Misschien een beetje slapjes of zo. Maar niet heel erg ziek, zeg maar. Of zo. Ja, dat. Ja. Dus het valt me eigenlijk heel erg mee. Het enige is wel dat het gewoon onwijs oncomfortabel zit. Vooral die tampons die in mijn neus zitten. Oh, je ziet nu toch wel wat bloed. Nou ja. Die tampons in mijn neus, die zitten wel... Ja, dat is gewoon vervelend, zeg maar. Dus dat wordt wel een uitdaging met slapen. Maar verder... Ik had net een heel verhaal in mijn hoofd dat ik ging vertellen toen jij op de wc zat. En nu ben ik het helemaal kwijt. Mijn schuld. Ja, nou ja, ik wou dus zeggen dat het op zich allemaal wel meeviel. Oh ja, en dat ik echt super benieuwd ben naar het eindresultaat. Ik probeer nu ook stiekem al een beetje te kijken zo hoe het eruit ziet van de zijkant. En hoe recht mijn neus gaat worden. Maar ik probeer me nu... daar eigenlijk niet te veel op te focussen en iets meer te focussen op mijn herstel en even deze twee dagen rust nemen totdat die tampons uitkomen en hopelijk kan ik dan door mijn neus ademen. Dus probeer me daar vooral op te focussen, want het eindresultaat dat komt daarna wel, dat kan ik nu toch nog niet zien. Ik zie jou kijken. Ik zit gewoon te luisteren. Oh. Ja, dat is een goed verhaal. Geweldig. En hoe heb jij het ervaren? Ja, wel rustig. Ja? Hoe rustig. Niet ons huis laten zien als zo rommel. Ja, nou, dat maakt toch niet uit hoe je het... Dat is real life. Ik had het al verwacht dat je er erger naartoe was. Ja, dat had ik ook wel verwacht. Nou ja, misschien voel ik me morgen echt kut, hè, als ik wakker word. Dat kan. Maar op zich, je bent aanspreekbaar geweest vandaag. Je bent enigszins energiek geweest voor je state of... being, om het zo maar even te zeggen. Ja. De zwelling valt ook reuze mee. Ja, het valt nogal mee inderdaad. Dus ik ga jullie sowieso op de hoogte houden hoe de komende dagen eraan toe gaan. En hoe het eruit ziet als ik de tampons en dit ding kan verwijderen. Want daar ben ik ook echt benieuwd naar. Vrijdag. Ja, dus nog 2 dagen. Over 2 dagen mogen die tampons eruit. Dus daar kijk ik wel naar uit. En als het goed is, als dit een beetje doorgaat, ben je daar morgen ook vanaf. Ja. Van je snor. Oh, een snor. Dol zit wel snor. Laat die van jou nog. Mijn snor. Ja. Mijn snor zit sowieso goed. Hij zit beter dan mijn snor. Jouw snor zit omhoog. Ja, ik heb een blije snor. Oké, nou, ik zie jullie morgen. Bye. Bye. In de volgende video gaan jullie zien hoe ik de tampons uit mijn neus verwijder en hoe het herstel verloopt. Vond je dit nou een leuke video om te kijken? Vergeet dan vooral niet even om een like achter te laten en te abonneren. En dan zie ik jullie volgende week woensdag om 5 uur bij een nieuwe Keizersterke video.